vandaag moet gaan eten. En wie die naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten. Pizza! Pizza! Even wachten! Pizza! Ja, dat is het weer. Goh, ik ben blij dat je weer bent. Ik heb het zo druk, joh. Ik bezorg me echt het lep. De hele week door, ongelooflijk. Hij komt het, ja, je maakt als pizza bakken verzorgen, maak je natuurlijk de gekste dingen mee. Ik kan van, nou, ik kom de laatste tijd kom ik heel erg veel bij nogal een beetje. Beetje eenzame dames. Die zijn zo ontzettend eenzaam. Die bestellen dan mij, weet je wel. En dan kom ik aan de deur. Nou, dan is het niet van even wachten. Dus meteen pizza! Ja, ik schrik er wel eens van, hoor. Ja, die zijn allemaal eenzaam. Die zijn allemaal een beetje over seks, weet je. Beetje over seks zijn ze allemaal een beetje. Er zijn erbij die bestellen wel 6 keer op een dag een pizza. Ik hou het allemaal niet bij, hoor. Ik gooi wel eens een lege doos naar binnen. Dan kan... Maar ja, er zijn erbij. Oh, ik heb er één die kan over helemaal niks meer anders dan praten dan over seks. Hè. Die praat alleen maar over seks. Ik zeg, je moet eens over wat anders praten. Ik zeg, praat eens over het weer of zo. Het is oké, wanneer doen we het weer? Je kunt er niet mee babbelen, weet je. Maar ja, ik zit er mee. Maar het zijn verder leuke mensen. Er was de eentje, die was ook zo'nzelfde dus. Die was een weekendje naar Londen geweest, hè. Maar die was ook zo... Ik kwam dus terug. Ik zeg, hoe was het in Londen? Zei ze, nou, ik vond er niet veel anders. Erg tegengeval. Ik zeg, viel Londen tegen? Zei ze, ja, Big Ben is een klok. Kun je nagaan hoe die zijn. Maar er zijn ook een hoop oude, er zijn ook een hoop beetje oudere dames zijn erbij. Een hoop oudere dames zijn erbij. Oh, er zijn erbij, die zijn zo oud. Mijn pizza lijkt vers, weet je wel, zo oud, hè. Maar die doen dan alles eraan om toch jong te lijken. Ik heb er één bij, die heeft zoveel make-up op. Die kan alleen nog maar door een rietje praten. Dat is natuurlijk te veel, hè. Hebben die al gehoord van die karate-expert? Hebben die nog niet gehoord? Een karate-expert, die komt voor de eerste dag in het leger. Moet die salueren, slaat die zijn hele kopje tweeën. Dat is ook wat. Gisteren kwam ik in een café, hè, moest ik bezorgen. Ze vragen mij overal nou. Hè. Dus ik kom in een café, ik bezorg die pizza. En er staat een hele, zo'n grote venster, zo'n joekel. En die komt naar me toe, die zegt... Wie is volgens jou de sterkste hier in de zaak? Wie is volgens jou de sterkste hier in de zaak? Wie is volgens jou de sterkste hier in de zaak? Ik zeg, dat zal u wel zijn hier. Ik wil maar gaan. Hij gaat verderop en vraagt een andere bij de, wie is volgens jou hier de sterkste in de zaak? Die man zegt ook, oh, dat zou jij wel zijn, weet je wel. Gaat hij naar een heel klein mannetje toe met zo'n brilletje op zo'n man. Hij zegt, wie is volgens jou hier de sterkste in de zaak? En dat kleine mannetje pakt een beet en die smak hem zo over de bar heen. In één klap, alle flessen eraf. Dus die grote vent die krabbelt overin en die gaat naar de kleine ventje toe. Die zegt, je hoeft niet meteen kwaad te worden als je het goede antwoord niet weet. Ik ben daar van de week. Ze hebben Carré hebben ze verbouwd, hè? De theater in Amsterdam, weet je wel. Het oude circusgebouw aan de Amstel. Hebben ze daar helemaal verbouwd. Het is nou groter geworden. Dan moest ik ook steeds pizza's bezorgen. En die waren allemaal fans van mij. Die bouwvak. Als ik kwam met mijn pizza's, dan waren ze aan het heien, weet je wel. En dan hoorde je, even wachten, pizza. Even wachten, pizza. En ik ga ze steeds pizza bestellen, vooral die hoofduitvoerder, die voerde niet veel uit, maar die bestelde pizza. En die bestelde over een aardige man, niet voor iedereen. Ik heb erbij gestaan dat hij een van die bouwvakkers zo ontsloeg. Stond ik bij, met mijn doos. Niemand komt binnen, hij zit tegen die uit, hij zegt, ik heb problemen, hij zegt, mijn kruiwagen, mijn wieltje piept. Nou, zit hij uitvoerder. Hij zei, ja, iedere keer als ik met mijn kruiwagen naar binnen loop met Sam bij Carré, dan hoor ik piep, piep, piep. Nou, die uitvoerder kwaad. Hij zei, je bent meteen ontslagen. Zit die man, hoezo? Hij zei, een kruiwagen hoort piep, 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 piep. Ja, daar kun je niks te zeggen natuurlijk. Zometeen moet ik naar huis, want ik heb een beetje ruzie met mijn vriendin. Hè. Ja, een beetje ruzie. Ja, een beetje ruzie met mijn vriendin. Dan komt zo, we waren aan het winkelen.
En toen liepen we langs een juwelierszaak. Moet je natuurlijk nooit doen met je vriendin lang een juwelierszaak lopen. En ik loop zo lang. En ze zegt zij tegen mij, zeg, goh, kijk eens wat een mooie ring er in de etalage leggen. Dus ik zeg, oh ja, vind je hem mooi? Ja, zei ze, ik vind hem heel erg mooi. Ik zeg, vind je hem echt mooi? Ja, zei ze, ik vind hem prachtig. Ik zeg, vind je hem echt heel erg mooi? Ja, zei ze, ik vind hem heel erg mooi. Ik zeg, oké, dan gaan we morgen weer kijken. Moet je nou zeggen, ik had er niet zo... Ja, gelijk kwaad natuurlijk. Gelijk kwaad. Ze is ook niet thuis wezen slapen vannacht. Ze heeft vannacht niet eens over kwaad. Niet thuis geslapen vannacht. Kwam ze vanmorgen. Ik zei, waar kom je vandaan? Ze zei, ja, ik heb bij mijn vriendin Joke heb ik geslapen. Ik zei, je liegt. Zeg, hoe weet je dat? Ik zei, daar heb ik geslapen. Zullen we even pizzaloed doen? Jullie met z'n allen gezellig. Even leuk, hè, natuurlijk. Doe even pizzaloed. Dat gaat niet meer. La, la, la. Ik kom aan u vertellen dat u pizza's moet gaan eten. En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat niemand in de gaten. Pizza! Pizza! Oh! Pizza! 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 Even wachten! Pizza! Nou, dat heb ik geweten. Ik heb er zeker 3 kwartier van op de pot gezeten. Een pizza kun je in wel meer dan 100 soorten krijgen. Voor mij smaken ze allemaal naar verse paardenvrij. Pizza, pizza. Oh, pizza. 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 Even wachten. Pizza. Bestellen. U zegt gewoon hoeveel wat voor, u kunt ons altijd bellen. Het liefst een beetje in de buurt en graag contant betalen. En woont u heel ver weg, nou komt ze dan maar zelf halen. Hey. Pizza, pizza. Oh, pizza. 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 Even wachten. Even wachten nog. Pizza, pizza. Oh, pizza. 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 Even wachten. Even wachten nog. Nog even wachten. Pizza! Ja, dat is wel, hè. La, 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 la. La, 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 daar gaat hij nog een keertje dan, nog een keer met z'n allen. Dat ene woordje pizza moet hier door de ramen knallen. Dus roep zo hard je kan, we hebben niks aan van die zachte. Maar hou je koppen even dicht als ik roep. Wacht hè. Pizza, pizza. Ik ben er niet.